hij doet het. Jokkers van Gaming Guys, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Jamie, maar dat wist je waarschijnlijk wel. Ik ga vandaag weer een beetje GTA doen. Ik ga gewoon singleplayer spelen. Gaan we een beetje rondracen, gaan we een beetje auto's aanpassen. Zo. Trouwens, ik lig nu gewoon letterlijk naast de camera. Ik ga misschien OBS installeren op mijn computer. Dan kan ik eindelijk fatsoenlijke video's maken zonder zo'n rand omheen. Ga ik misschien, heel misschien GTA 5 voor de PC kopen. Ga ik het daarop spelen. Ga ik het met OBS opnemen en facecam erbij. Dus... Trouwens, mijn stem is een beetje kwijt. Dat komt van kamp. Ah. Ik kwam vrijdag terug van kamp. En het is nu zeg maar zaterdag. Volgens mij kwam ik gisteren. Ja, ik kwam gisteren pas terug van kamp. En laat ik het zo zeggen. De bonte avond stond de muziek redelijk hard. En ik probeerde zeg maar iemand te roepen die aan de andere kant van de zaal stond. En nou ben ik mijn stem kwijt. Maar goed. Gelukkig kunnen jullie me nog horen. En anders zet je je geluid maar wat harder. Ik ga niet harder praten. En ja jongens, ik speel nog steeds op de PlayStation 3. Maar ik geen PlayStation 4 heb. Zo, dit is Michael. Zoals je ziet, Michael heeft 15 miljoen euro. Dollar. Ja, dus Michael is helemaal kapot geruisde auto. Wat had ik hier ook weer in de garage staan. Het is een tijdje geleden alweer hoor, dat ik op dit account heb gespeeld. Dus. Zo. Hoe hij ook gewoon echt over het hek heen klimt, terwijl hij er ook gewoon doorheen kan. Oeh. Ik hoorde een motorgeronk. Oh mijn god, een auto waarmee ik heel mooi kan driften. Deze auto ga ik helemaal aanpassen. Zo. Even de waypoint zetten. Nou, hier, je ziet het al. Ik speel op de PlayStation 3. Want anders was ik ook al wel in first person gaan spelen. God. De kleren. Dat heb ik allemaal gedaan op het internet. En dan op het real life internet, hè. En dan op internet heb ik dat er allemaal... ben ik allerlei dingetjes gaan stalken. Zeg maar. Maar dan geen echte dingen, dus niet denken, stalker, hoort niet, ik zit te filmen. Ik van mijn moeder kwam bijna voor de camera langs lopen. Aangezien mijn moeder op de een of andere manier niet op de camera wil komen. Nou, op één na beste. Hou is beter. Nou, zo drift hij beter. Exposed in de koelen ziet er best nice uit. Ziet er ook op engine. Max natuurlijk. Oh, dit wordt zo'n driftauto. Oh jongen, mijn stem. Ja,
kleine lampen. Hij heet Yellow and Black. Dat ziet er gewoon heel mooi uit. Nou, respray en dan doe ik hem mat. Nee, wacht. Metallic. Dan moet ik eigenlijk Galaxy Blue hebben hier. Nog een donkerblauw kleurtje. Ja, dit is toch gewoon blauw, jongens. Zet even in de reacties of gasoline green blauw eruit ziet. Of groen. Dit is toch echt gewoon blauw. Turquoise in ieder geval. Oh, lime green. Nee, geen lime green. Midnight blue. Galaxy blue. Midnight blue. Pearlescent. Ultra blue ziet hier wel mooi erbij. Maar trouwens, als je nu denkt dat het de hele aflevering mij die een auto aanpast is. Het zou kunnen. Maar ik zou er nog niet meteen van uitgaan. Want ik ga er ook nog natuurlijk mee racen en zo. Ik ga er ook een beetje mee rondscheuren. Skirts. Custom skirts, natuurlijk. Spoiler. Carbon. Ik vind deze er eigenlijk wel mooi uitzien. Ja, fijn. Zo, mooi laag. Transmission race. Turbo. Turbo tuning. Wheels. Wheel type. Sport volgens mij. Dash flip ziet er nice uit. En dan zwart. Ja. Nee, goh. Dan is een kogelvrij, hè? Of wou die man soms zeggen dat ze niet helemaal kogelvrij zijn? Maar even jongens. Even hier de camera. Zo, tuurlijk. Zo, up. Oh ja, tuurlijk. Ik heb nog een free spray. Oh, ik ga kijken of ik straks ergens een Infernus vandaan kan toveren. Zien. Zo. Safehouse. Racer, vol gas. En. Splank. Oh, nu drift though. Sommige mensen vinden dat ze GTA. Realistischer moeten maken. Met bijvoorbeeld dat je een boete krijgt als je heel hard door de stad scheurt. Ja, dat zou wel kunnen. Alleen dan zou het meer traffic simulator worden in plaats van Grand Theft Auto. Een game die freaking draait om criminaliteit. Ik zie dat in Singapore ergens in 2002 een tijdje videogames, gewoon echt alle videogames, zelfs The Sims bijvoorbeeld, of Dr. Doolittle, dat is ook zo'n spelletje voor kleine kindjes, gewoon echt zelfs Sesamstraat Spannende Speurtocht. Oh jongen, dat spel heb ik nog, daar kan ik misschien nog wel een keer een video van maken. Lamborghini. Snap je hem? Zo. Zo. Travel and Transport. Legendary Motorsport.
Hey, waar is de andere Lamborghini? Enes. Wat een San Andreas superauto's. Oh, dit is echt de driftauto van GTA 5. Die sports. Supercar, dus de sportwagens. Logix. Ja, dit zijn twee supercars. Deze en deze. En ze staan bij tussen de sports. Zo. Ik ga hier denk ik de Lambo uit het liedje Lamborghini van maken. Zo. Dus ik ga denk ik vooral deze aflevering auto's aanpassen. Waarschijnlijk doe ik deze aflevering 10 kwartier of zo. Het heeft wel gelukkig makkelijk een kwartier vol. De eerste video duurde een minuut omdat ik verder niks kon lullen. Dat was wel lollig. Lang geleden. Maar goed. Toen we de eerste video uploaden, had ik 2 abonnees. Nu heb ik er 13. Trouwens, als je mijn video's leuk vindt en je zit op een YouTube-account, waarom dan niet abonneren? Het is gratis. Ja, en dan mis je ook geen video's meer. Dat ik me zo verkopen. Oh ja, ik moest dan natuurlijk te voet naar binnen. Ik ben al wel eerst de garage moest kopen. Toen kwam er een DLC. In één keer een gratis garage. Dus je dat technisch gezien zou 1.00, dat is de eerste, al gerekend kunnen worden als een DLC. Oh mijn god, wat de snelle auto's. Volgens mij heb ik nog geen implant, toch? Switch view. Wel. Maakt niet uit. Welke ga ik inwisselen? Niet de LG in ieder geval. Nou, wel de LG denk ik. Ja, ik ga de LG verwisselen. Ik ga de LG eruit zetten. Dan koop ik een Infernus. Want ja, ik heb natuurlijk wel een Infernus nodig voor het liedje Lamborghini. Voor de auto uit het liedje Lamborghini. Wacht. Vol gas. Lollig hoe die ook gewoon echt eruit springt. Alsof die met 200 km per uur tegen de muur aan knalt. Terwijl die eigenlijk gewoon al stil stond. Wacht, kan ik net zo goed hier doen. Kost ook gewoon echt 4,4 ton. En de garage. Nou, dan gaan we met de Infernus racen naar de Los Santos Customs. Die is dus zo. Raar. Ik loop boven naar buiten. Oh ja, gaat hier niet. Online moet je naar de garage deur lopen als je naar buiten wil. Je moet dus gewoon naar de gewone deur lopen. Zo. Dit is mijn furnish. Dan moet ik maar even
naar de comments. Oh. Oh, dit is voor mij van een... Oh. Dit is een auto uit Fast and Furious. En die heb ik een beetje Fast and Furious stijl gemaakt. En dit is gewoon echt een auto die ook wel uit Fast and Furious kan komen. Strintjes en freaks. Even hier mijn waypoint er naartoe zetten. Oh nee, niet naar Strangers of Freaks. Daar wil ik niet heen. Zo. Oh mijn god, die deuk alsof die tegen een paal is geknald ook echt. Michael, er staat aan de andere kant de fucking deur open. Was het nou nodig dan om die andere deur ook open te zetten? Mevrouw, gaat het? Niet. Oké. Ik ga trouwens hier de video eindigen. Maar mijn god. Wacht. Het beste eind van een video ooit. Wat dit? Sticky bomb in de auto. Kut. De sticky bomb bleef niet zitten. Zo. Op de... Flipping. Kentekenplaat gericht. Ik ga een suicide bombing doen. Ja, inderdaad, een suicide bombing. Jezus. Meneer, waarom rijdt u dan ook zo op de weg, hé? Dat is de weg, weet u dat? Daar rij ik. Ja, daar mag ik rijden. De andere mensen die moeten op de stoep rijden. Oh. Oh. Deze auto is toch al best wel messed up. We gaan erop afscheuren met een sticky bomb achter op de auto. Auw, meneer. Dat was niet aardig. Of wel soms beheren van wel. GTA is eigenlijk best racistisch. Want de meeste... Want in de hood spawnen geen blanke mensen. Hoe kan dat nou weer? Ik kan hem nog niet laten ontploffen. Maar goed, ik ga denk ik toch maar hier de video eindigen. Dus, doei!